Hallo lieve mensen. De afgelopen week heb ik weer een nieuwe terugblik in elkaar gestoken. En die is weer terug naar 40 minuten. Iets meer zelfs, geloof ik. Het bleek uit de reacties dat dat toch veruit jullie voorkeur heeft. Dan werd er nog gevraagd naar de reden van het feit dat er sommige mensen wel en anderen weer niet onherkenbaar gemaakt zijn. Dat is eigenlijk vrij simpel. Van het materiaal dat bewaard werd, en dat was bijna alles, werden mensen die daarom gevraagd hadden direct onherkenbaar gemaakt. Ook al stond toen nog niet vast of dat fragment uiteindelijk de uitzending zou halen. Zo konden we ons dus later ook nooit vergissen. En in het materiaal dat ik hier heb liggen zijn zaken dus waar nodig al onherkenbaar gemaakt. En dat is er ook mede de reden voor dat ik een deel van de montage verplicht nog met die oude software hier moet doen. Goed, is dat ook weer duidelijk. Dan stel ik voor dat we de klok nu even bijna 20 jaar terugzetten en instappen bij de toenmalige regiopolitie Gelderland-Midden. We rijden over de A50, het stuk van Den Bosch naar Arnhem. Een weg met toen nog twee rijstroken, met op het plekje waar deze opnamen gemaakt zijn één uitvoegstrook. Tegenwoordig zijn daar vier rijstroken en twee uitvoegstroken. En dan heb ik het over het gedeelte vlak voor de afslag naar de A15. Over de uitvoegstrook naar de A15 passeert een Peugeot met een wat hogere snelheid dan de rest van het verkeer. Ook toen al was dat de reden voor de politie om even aan te haken. Oh jongens, kijk even naar dat appeltjesgroene DAFje. Geweldig! Kijk eens. Maar goed, de Peugeot dus. Vanaf de uitvoegstrook schiet de bestuurder meteen door naar de linkerrijstrook. Ja, ook toen al een teken van haast. De auto rijdt nu dus op de A15 in de richting van Andelst, naar het westen dus. Kom. Te zien aan de vele witte kentekenplaten, alle campers en caravans, is het vakantietijd. 4 mei, Zou zomaar kunnen inderdaad. De vijfcilinder in de Volvo mag eventjes een beetje aan de bak. Vindt hij lekker, dat hoor je. Even tikt althans de politieauto de 160 aan. Nou, ook voor hedendaagse begrippen is 170 best een toffe snelheid. Helemaal als je bedenkt dat we in 2020 weer teruggaan naar de 100 km per uur. Een snelheid die trouwens na de oliecrisis in de 70er jaren van de vorige eeuw ook al een tijdje als maximum gold. Alleen reed toen bijna iedereen 140 en de politie kneep een oogje dicht, herinner ik me. Ik ben benieuwd hoe dat nu zal gaan met al die geautomatiseerde controles. Maar goed, zo van grote afstand zijn overtredingen en exacte snelheden moeilijk te constateren. We gaan er even wat dichterbij proberen te komen. Nee, dat leven. Het is 100 meter, ik kan het goed bij de brug pakken. Dus daar, hij weet daar al 168. Ja. Dus, wij zijn er bij, zit hij al. Kijk dit, hè. Terwijl de meting van de gemiddelde snelheid nog loopt, heeft de Peugeot-bestuurder weer een stukje vrij baan. Kom daar tegenwoordig overdag nog maar eens om op de A15. Ja,
dat heb ik niet afgekocht hoor. Nou, als je de teller over de 160 hebt gehad, mag je toch niet klagen over een gemiddelde van 146. Maar de politie is ook niet te spreken over de volgafstand van de bestuurder. Bumperkleven was toen ook al een issue dat hoog in de ergernis top 10 stond. Na een achtervolging van 11 minuten, de politie gaat niet over één nacht ijs, gaat het stopbord aan. In het gesprek vergist de politieman zich nog veel meer op. Hij zegt dat de bestuurder gemiddeld 126 reed, waar de meting 146 aangaf. Geen idee hoe dat afgelopen is. Als ik de bestuurder was geweest, had ik het zomaar gelaten. Goeiedag, we rijden al een tijdje achter u. Het is u waarschijnlijk niet opgevallen, want u bleef constant te hard rijden. En te dicht achter uw voorganger rijden. Er zat soms amper een autolengte tussen. Dat is niet waar. Nee? Nou, we hebben wel mee hoor. We hebben het allemaal op beeld staan. Oh, ja. Ik ben benieuwd. Maar... En als u wilt, kunt u dat nooit dadelijk even bekijken. Dus u krijgt in ieder geval een procesverbaal voor het feit dat u dus te dicht achter uw voorganger reed. En voor het feit dat u dus te hard reed. Hoe hard reed dan? U reed, we hebben het gemiddeld over een afstand van 3700 meter. Reed u 126 kilometer gemiddeld. En dan gaan we een boete voor geven. Ja, en voor het kleven. U zat op een gegeven moment op 168 kilometer. Top. U trok hem een keer los. En die gaf hem ons 168 kilometer. Haalt u even de spullen eruit, anders valt er van alles uit dadelijk. Nee, het probleem is dat we op vakantie gingen en bij Utrecht erachterkwamen dat we de tent waren vergeten. Ja, ja oké. Okay. Wat is de boete eigenlijk voor dat kleven? Ik ben bang dat u voor moet komen. Oké. Okay. Ja, dat is in ieder geval een minder begin van de vakantie. Ja. Ja, dat, ja. Wij staan op de A15, we zijn van de weg gehaald door de politie. Op standbom. Ja, nou ja, we regen met 126 km per uur, dus dat valt nog mee. Maar het schijnt dat we een bumperkleef hebben. Dat mag je niet doen, hè? Nee, ja, volgens mij valt het ook wel mee hoor. Nou ja, hij zegt dat we voor moeten komen. Ik denk dat er een transactievoorstel uitkomt. Nou, het rijbewijs krijgt u nog terug, maar dat scheelde niet veel. Ik neem even maar serieus, is dat meestal is dat toch een transactievoorstel die je dan krijgt? Een kleven? Ja? Zo uit mijn hoofd, onder de 80 kilometer is het een transactievoorstel. Onder de snelheid, wanneer u niet harder rijdt dan 80 en u gaat kleven, krijgt u een transactievoorstel, tenminste een schikking van ons aangeboden. Daarboven is het aan de officier van justitie om te bepalen hoe het verder gaat. Ja, precies. Ja, maar de officier van justitie bepaalt toch ook dat het een transactievoorstel is? Die bepaalt... Dat is een nulde feit. Dat klopt, maar de officier van justitie bepaalt gewoon of u dus een transactie toegestuurd krijgt, ja. Of dat u voor moet komen. Ja, dat is de laatste tijd zo druk. Hiervoor hebben ze nog wat tijd hoor. U was zich ervan bewust dat u zo dicht op u achter uw voorganger zat? Nee, ik spreek tegen dat ik op de bumper bleef. Verwacht het onverwachte is een veelgehoord adagium in het verkeer. En dat adagium is van alle tijden. Je hebt de neiging om te denken dat er jou geen onverwachte dingen zullen overkomen, omdat je immers goed oplet. Maar de videobeelden vertellen een ander verhaal. Het ligt ook niet aan jou, het zijn anderen die onverwachte dingen doen. En dat idee speelde 7 jaar geleden ook mee, toen er een motorscooter over de vluchtstrook kwam in de omgeving van Amsterdam. Er komt weer een motor aan. Ja, dat gaat me een beetje te ver dit.
Het gaat even om de gevaarzetting, want ik heb het vermoeden dat u hier elke dag rijdt. Dat klopt. Dat klopt, hè. En dan kunt u eens zien wat de snelheid is op dat moment ten opzichte van het overige verkeer. Ah, je mag natuurlijk niet over de vlucht, dat is duidelijk. Want je hebt al zoveel voordelen met de motor dat je er tussendoor mag rijden. Ja, dat hebben we eigenlijk 2 weken geleden plat gereden. Ja, oh, vandaar dat u dit op deze manier... Kijk. Het is best een hele dure bekeuring. Het is €340. Dat meent u niet. Ja. Ja, wij hebben het niet bedacht, maar ik vind toch, het is een behoorlijke gevaarzetting aan wat mijn collega al zegt. Wij moeten echt, nou ja, u rijdt daar met 70, 80 kilometer overheen en er moet maar iemand denken van ik heb autopech of iemand wordt niet goed. Die kijkt echt niet naar rechts in zijn spiegeltje en die gaat in één keer naar rechts sturen. En dan ligt u eronder met alle gevolgen van dien. Deze is voor u, alstublieft. Ondanks dit wens ik toch een goede reis naar huis. Een van de comments die ik al een paar keer gekregen heb, was dat er in deze terugblikken beelden te zien zijn die de uitzendingen al eens gehaald hebben. Dat kan kloppen. Ik kwam hier en daar dingen tegen die ik de moeite waard vond om nog eens te laten zien, maar nu wat uitgebreider dan in de reguliere uitzendingen mogelijk was. Dan zie je namelijk de impact van een simpele overtreding veel beter. Dit is zo'n geval. Van links komt er een scooter door rood gereden. Hoe weten we dat? Nou, onze motorrijder krijgt groen en... Zo. Nou, dat dus. Nou ja, dat moet je natuurlijk niet doen voor de ogen van de politie, want dan weet je dat je er niet mee wegkomt. Zoals altijd wordt er even gekeken hoe de bestuurster zich verder gedraagt. Daarbij wordt ook de snelheid meegenomen. Ik kijk even of ik een snelheidsmeter kan doen. De scooter zal ergens tussen de 40 en 50 lopen. Ja, nu wel. Ik doe zo even een snelheidsmeting, Rit. Probeer even een snorpie C6 staan met veiligheid. De motor heeft het in de bebouwde kom wat makkelijker dan de auto. Als ik ook groen krijg. Nou, kunnen ze zo een rollenbankje aan vastplakken. Maar het is inderdaad gewoon behoorlijk snelheden. Dochter van de Melsen geheel door het lid, 16 jaar, Melsen naar de buren. Ja, die kan zo. Die snelheid geldt trouwens ook voor de snorfiets die gelijk oprijdt met de bestuurster die net door rood reed. Ja, we kunnen ze allebei meenemen. Kijk, en hiervoor was dus nooit tijd in de reguliere uitzendingen. Beide snorfietsen gaan aan de kant. Ga je niks aanstaan? Maar dan begint het voor de bestuurster pas. Goeiedag, het rijbewijs zou ik graag even zien. Hier ook niet bij me.
Heeft u wel een rijbewijs? Ja. Heeft u wel iets van legitimatie bij u? Nee, ook niet. Waarom niet? U gaat toch op de openbare weg rijden met een bromfiets en heeft u toch een spulletje nodig? Ja, dat weet ik. Maar ik heb vandaag helemaal niks bij me. Het zijn mijn sleuteltjes. Oké. Okay. Zoals je ziet, daar heb ik mijn tas niet. Lege zakken. De reden dat wij hier staande houden is je snelheid die veel te hoog ligt. Ja, je mag maar 25 km per uur natuurlijk. Oh ja, ja, ja. Gaat iets te hard? Ja, ik ga 40. Je gaat 40? Ja. Dat weet je? Ja. Oké. Okay. Zeg ik eerlijk, ik moet wind mee hebben. En hij is echt al 15 jaar oud, dat ding. Is hij zo oud? Hij is echt zo oud. Woon je in de buurt? Nooddorp. Nooddorp? Ja. Er is niemand die even jouw spullen kan brengen. Nou, dan hebben we toch een probleem. Want dan gaan we naar de Jan Henningstraat en dan moet toch even iemand met jouw legitimatiebewijs komen. Je mag even met mijn collega meerijden. Moet je snel... Die gaat echt niet naar Jan Hen, hoor. Tuurlijk wel. Ik heb zijn rijbewijs. Oh, oké. Okay. Ik hoef geen verklaring te geven, maar dat is de reden dat hij zo snel rijdt. Nou, wat hij aangeeft van dat ding, dat klopt niet, hoor. Dat klopt niet? Nee. Oké. Okay. Heeft er iemand gebeld voor legitimatie? Nee. Als u dat even wil doen, dat iemand legitimatie kan komen brengen. De eerste bestuurder kan al naar huis. Lopend. Ja, lopen, hè. Dat was nog vergeten erbij te zeggen. Dat begrijpt u wel. Lopen? Ja. Hoe zou dat dan? Omdat hij niet in orde is. Maar de jonge dame mag nog even blijven. Nee, ze kan niet. En nu? Ja, nee. Nou, ik ga even wat gegevens opschrijven. En dan geef ik iets voor je van de twijfel. Dan moet je het maar gaan faxen. Wat is uw achternaam? Rauw. R-O-U-W? Ja. En uw voornamen? Melissa. Is het de enige voornaam? Ja. Oké, okay. Waar bent u geboren? Den Haag. Er staat hier een e-mailadres onderop. Ja. Dat is mijn collega. En daar moet je naartoe mee. Dat moet je wel vanavond nog doen. Ja, doe ik nog. Oké. Okay. Ik moet alleen werken tot 9 uur, maar kan ik het daarna Ja hoor. Ja. Okay. Als u even twee tellen wachten, dan komt er lekker even of dat werken wel een rijbewijs heeft. Is goed. Voor de zekerheid controleert de politieman nog even het een en ander. En ja, dan escaleert de situatie een klein beetje, want... Waar ben je geboren? Waar ben je geboren? Voorburg. En wat voor voornaam heb je? Meerdere. Ga je een valse naam opgeven of... Nou... En wie ben je nou daadwerkelijk? Ik? Ja? Ja, en je hebt geen rijbewijs waarschijnlijk? Nee. En waarom geef je nou een valse naam op? Ja, weet ik eigenlijk niet. Hey, ik ga even aanhouden. We gaan even naar binnen. Dan gaan we even alles op papier zetten. Want ik hou er niet van als een valse naam gegeven worden. Heb je legitimatiebewijs bij je? Nee, die heb ik echt niet bij, maar je mag in mijn tas kijken. Oké, waarom geef je een valse naam op dan? Je hoeft niet dat antwoord verplicht. Ben ik een beetje bang. Dus. Ben je een beetje bang? Ja. Oké. Ben ik eerlijk in? Sorry. Ja. Mag je jas alvast uittrekken? Al je sieraden. Dus. Zo rij je een keer door rood en zo zit je bij de politie in de cel voor het opgeven van een valse naam. Het voordeel dat ik je wilde geven, dat heb je eigenlijk een klein beetje verpest. Ik wil nu echt een legitimatiebewijs zien voordat je weer verder kan gaan. Kan ik iemand bellen? Wie kan bellen? Ja, dat vraag ik aan jou. Of iemand een legitimatiebewijs kan brengen. Die zei je moeder, maar misschien heb ik iets meer overtuigingskracht dan jij. Goedendag, met Paul Verhoeven, verkeerspolitie uit Den Haag, spreekt u. Ik heb hier, ik vermoed uw dochter zitten. En waarschijnlijk had u haar net al aan de telefoon gehad met betrekking dat ze staande is gehouden door ons. En ze is inmiddels aangehouden omdat ze een valse naam opgeeft. En nu hebben we echt een legitimatiebewijs nodig. En ze is inmiddels aangehouden, ze zit aan het politiebureau en ze gaat niet eerder weg totdat er een legitimatiebewijs is. Ja, het probleem is dan wel dat ze hier tot vanavond 11 uur vastzit. Wat we kunnen doen is gewoon even naar het huisadres rijden met haar. Gaat ze legitimatie laten zien, maar dan staat die brommer wel hier. Dat is haar probleem dan maar. Precies. De dame in kwestie lijkt niet heel erg onder de indruk. Mag ik je ondertussen even snel een vraag stellen? Ik ben niet het antwoord verplicht, maar waarom rijden ze onder rijbewijs? Ja, zoals je al zegt, ben ik niet het antwoord verplicht. Prima. Dat vind ik ook wel een beetje jammer, hè, dit? Ja. Toch? Dan mochten wij jou. Ja. Geef er gewoon over dan, die jongen. Ja, wat moet ik zeggen? Ik ben dom. Ja, dat kan. Goed antwoord. Ik ben blond. Dat is dan wel weer een slim antwoord. Nou, dit is ook bijzonder.
als ze er nog langs kunnen. Toen de wegen aangelegd werden, hadden de wegbeheerders daar uiteraard een bedoeling mee. Maar je kunt zo'n weg natuurlijk ook op allerlei andere manieren gebruiken dan de bedoelde. Bijvoorbeeld als parkeerplaats voor het maken van een praatje. En niet altijd is het ook helemaal meteen duidelijk wat de bedoeling is. Maar dat de invoegstrook hier ophoudt, dat is toch best redelijk duidelijk, niet? Als de vlekstrook. Oh, jongens. Theoretisch is het natuurlijk wel zo dat je het asfalt zo effectief mogelijk moet gebruiken. Dus je rijdt waar de ruimte is. Echt onze verblindende koplamp, dat is ook lekker. Ja. Echt zwaar verblindend. Ik wil hem even meenemen. Het is nog maar een jaar of 8 geleden dat we deze beelden maakten. Veel auto's hadden toen nog gewoon halogeen koplampen. Of xenon voor de wat duurdere types. Tegenwoordig hebben de meeste nieuwe auto's LED-verlichting. Goedendag meneer, nou zijn we al heel in verkeer. Heeft u een rijbewijs bij u? Die mag ik even zien. U rijdt achter ons en dus op zich is daar niks mis mee. Alleen een van de koplampen staat gewoon verkeerd afgesteld. En niet een beetje? Het is niet mijn bus, hij wordt vandaag ingeleend. Ik ben op weg naar de Combine in Bannerpoort. Ja? Hij wordt vandaag verkocht, dus van een collega van mij. Dus ik heb er niet naar gekeken. Nou goed, ook al wordt hij vandaag of morgen verkocht, maakt niet uit. De verlichting moet gewoon voor elkaar zijn. Dan controleer ik nog even het kenteken van de auto of daar alles goed... Kan ik dat nu bijstellen of moet dat in de grijs? Ik weet niet of... Ja, volgens mij gaat hij nou omhoog. Volgens mij gaat hij nu naar beneden. Als u hier komt... En u zakt door de knieën... Dat kan, hè? Kijk, ja, dan zien we hem onmiddellijk. Het lijkt wel alsof hij niet reageert, de hoogteverstelling. De bestuurder probeert er ter plaatse nog wat aan te doen, maar dat heeft niet heel veel effect. Nou, laat me zeggen dat het goed is. Ja. Zal ik met dit licht verder rijden? Ja, ja, het is wel belangrijk om toch licht te voeren, want zo hiernaast licht... Ja, ik stel niet weer dat ik niet kan. Ja. Nou, maar als die ingeruild wordt, dan ingeleverd wordt dan. Ja. Nou, alweer. Oké, goede reis. Toen ik het volgende fragment tegenkwam, realiseerde ik me dat er van die verschijnselen zijn die maar een kort bestaan kennen en daarna ja, min of meer geruisloos verdwijnen. De radardetector, dat was er zo een. Dat was die Audi. Kunnen we hem hebben? Toen de radardetector in 2004 verboden werd, kreeg de politie de beschikking over een zogenaamde radardetector-detector. Fijn woord met Scrabble. Zo'n radardetector zendt een mini-signaaltje uit. En dat mini-signaaltje kan dan weer opgepikt worden door zo'n detector-detector. Zo simpel is het. Omdat het maar een mini-signaaltje is, werkt de detector-detector alleen als je dicht in de buurt bent van de detector. Er stonden destijds flinke boetes op het in bezit hebben van zo'n ding. Het was echt even een hot item om alle detectoren op te sporen en in beslag te nemen. Heeft hij een goeie? Dan zou je alleen maar de voorzijde kunnen pakken. Dus kijk maar meneer. Hij gaat wel wat door, hij zit wel... Ja, we kwamen ook niet met de 30 aan. Maar hij zit natuurlijk weer een auto, als ik kijk, gooi maar naar rechts.
Aan het piepje te horen heeft de politie hier inderdaad beet. Samen met het stopbord wordt het een gezellig concertje. Goedemorgen meneer. Ik kan graag van u een rijkentekenbewijs erin zagen. De reden dat wij u laten stoppen, dat wij gesignaleerd hebben dat u een radardetector in de auto heeft. Klopt dat? Ik zou het niet weten. U zou het niet weten. Ik ga u vertellen dat dat wel zo is, omdat wij een apparaat hebben wat dat ding kan opsporen door radargolven. Wij komen u tegemoet. Ons apparaat geeft zodanig hoge tonen aan, continu, dat dat gesignaleerd is. Ik zeg, deze grijze auto die heeft een radardetector aan boord. Wij gaan keren. Wij komen achter u te rijden. Ik ga u inhalen. Ik zet hem er eigenlijk een beetje fors voor. En het apparaat gaat weer dezelfde toon doen. Vandaar dat ik u laat stoppen. En ik deel dus nu mee dat u hem wel heeft. U zegt, ik weet het niet. Ik weet het wel. Ik had graag van u te horen waar het bedieningspaneeltje zit. En dat u daarna de motorkap opent. Dan kan ik aanwijzen waar de antenne zit. Want het is niet meer toegestaan sinds 1 januari 2004. Meneer. Ja, dan had ik graag van u het bedieningspaneeltje. Ja, dat heb ik niet. Dat heeft u wel. Kijk. Deze kabel. Dat... Kijk, en daarvoor zit ik nu lang genoeg op straat. Deze is van de detector. Die is ingebouwd. Of hij zat erin op het moment dat u de auto kocht. Of u heeft het zelf laten doen. Mag u nu antwoord geven? Bij gebrek aan argumenten gaat de bestuurder dan maar over op de aanwezigheid van de cameraman. Hij mag... Begrijp het, ik wil het gewoon niet. Dat kan ik dan wel begrijpen, maar dan gaan we... Hij zet het ding gewoon nu uit. Ja, nee, hij zet het niet uit. Ik vind het gewoon schandalig. Ik wil gewoon niet op de tv. Dat lukt toch niet wat wij zeggen. Wij zeggen van... Ik heb hier een truitje aan. Iedereen hier in de omgeving weet gewoon wie hier is en wie hier werkt. Ik wil het gewoon niet hebben. Meneer, bedieningspaneeltje, dat had ik graag. Ja. Ik denk niet dat ik het geef. U geeft het niet. Als u dat niet geeft, ga ik de auto doorzoeken, ga ik u in de kleding fouilleren. Ja. Dus dan zijn we gewoon een stuk verder. Als u helemaal geen medewerking wil, nemen we de auto gewoon mee. Ik wil alleen maar jullie medewerking geven als hij niet gaat filmen. Nee. De zaken zijn omgekeerd. Dus we gaan hier even daar staan, want dadelijk liggen nog een auto. De zaken zijn omgekeerd. U doet zaken met mij en daarna doet u zaken met hem. Zo is het in Nederland. En niet anders. Ja. Je kunt tegen hem zeggen gewoon dat je hem uitzet. Nee, want wij gaan eerst hier zaken doen. Ja, anders zitten we toch mooi vroeg nog hier. Heeft u genut? Ja, want ik moet geld verdienen, weet je. Er zijn mensen die ook nog het geld voor jullie moeten verdienen. Ieder zijn beroep. Voor mij. Ieder zijn beroep. Ja, dat weet je zelf wel hoe dat zit. Weet je waar ik een belasting betaal of niet? Dat hoef ik jou niet uitleggen. Dat wil ik helemaal niet weten. Daar ga ik ook niet over. Ik betaal ook belasting. En daar ga ik ook niet over. Nee, oké. Jij wordt van belastinggeld betaald, zo is het. Is dat zo? Ja, dat is nou, zo. Dan heb ik het, dan laten we het zo zeggen. Maar uit algemene middelen. En ik vind dat u nu ver genoeg gegaan bent in uw breken, laten we het zo houden. Ik wil nu ter zake komen, want anders gaat het zo dadelijk escaleren en daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon van u dat bedieningspaneeltje in de hand hebben. Dank u wel. Mijn collega schrijft daar een bekeuring vanuit. Daar krijgt u over 3 maanden bericht van. 2-3 maanden. Wat dat kost, zou rond de €250 zijn. Het is gewoon verboden. Ik neem in beslag de antenne. Ik neem in beslag de bekabeling. En de houder van dit bedieningspaneeltje. Die zit ergens in de auto. Maar die is dus de houder van het bedieningspaneel. Die wil ik graag hebben. Ik kan dat niet uitbouwen. Daar ben ik heel eerlijk in. Ter plaatse in ieder geval. Dat kunnen wij wel ergens anders. Zover gaan we niet. U krijgt daar 28 dagen voor. Goed luisteren, 28 dagen de tijd om dat in te leveren. Ik ga u zo dadelijk uitleggen waar dat moet. Dat mag A persoonlijk of B aangetekend. Deze zijn nu in beslag genomen. En u wordt bij deze als bewaarder aangesteld van in beslag genomen goederen. Zo heet dat. Als het niet duidelijk is wat ik u uitgelegd heb, mag u nu vragen stellen. Dat kan allemaal. Ik kan u alles uitleggen. Lijkt me duidelijk. Okay. Hoe kun jij dat ding traceren, jongen? Wij hebben dat een apparaat. Geeft toch geen signaal uit, dat ding? Jawel, op het moment dat deze... Hij stuurt geen signaal uit, hij ontvangt alleen maar. Welke? Hij ontvangt. Nee, ons apparaat ontvangt. Ons apparaat ontvangt. Wat hij stuurt. Wij een apparaat, dat heet een radardetector. Maar deze detector ontvangt alleen maar.
Welk die? Ja, hij signaleert toch alleen maar of er radar is. Hoe kunnen jullie dan, ja dat weet ik, hoe kunnen jullie dan traceren dat hij een signaal, hij zendt geen signaal uit. Maar ons apparaat zendt een signaal uit dat dit in de auto zit. Ik kan het niet geloven. Ja. Nee, maar, ja, maar dat vind ik nou een hele mooie uitspraak. Toen ik dat ding zag, kon ik dat ook niet geloven. Maar het is wel zo, en die werkt 100%. Anders zet ik u niet in de kant en dan ga ik naar boord verschut ook. Nee, nou, verschut niet. Ik ging er vanuit, ik denk dat er iemand een tip gegeven, weet ik. Nee. U mag ook het apparaatje zien hoor, voor een auto. Zit achter het... Achter. Ja, loop maar eens even mee. Dat mag gewoon, hier aan deze kant. Alle toeters en bellen, dit is het apparaatje. Kijk. Uiteindelijk liep het dus nog in redelijke vriendschap af. In 2012 bestond het KLPD, het Korps Landelijke Politiediensten, nog. Twee bekende gezichten van dat korps zien een BMW 5-serie met een buitenlands kenteken rijden. En de rijstijl van de bestuurder trekt de aandacht van deze twee doorgewinterde verkeersdienders. Het voorgevoel van de politiemensen blijkt weer eens te kloppen. De BMW mag even volgen. Hey, goedemiddag. Mijn naam is Dispa Verkeerspolitie. De reden dat we u eventjes aan de kant zetten is uw inhaalmanoeuvre net op de A10. Vergeten. Ja. Maar de manoeuvre was levensgevaarlijk wat u deed. Heeft u voor mij een kentekenwijs? Ja, dank u wel. Als u even met me mee wilt lopen, kunnen we even het een en ander uitschrijven. Wilt u even meelopen? Even plaatsnemen in de auto? Dag meneer. Hey. Dag. Ben je Hollands? Een beetje. Dat is goed. Als je maar verstaat wat ik te vertellen heb. Je verstaat wat ik zeg. U kunt mij verstaan. Of moet ik Engels praten? Engels? German? Turkisch. Turkisch? Nou, Turkisch. I show you the video. And then you know what you did wrong, yeah? Dat sprak hij niet even. Ja, maar dat doet hij nu ook wel. Dat bent u? Ja. Afstand houden. Te weinig. Heb u haast? Kijk naar wat u doet nu zo. Kijk. Dan ga je er rechts voorbij. Hier, ja, ik hier vergeet de ring. En die kant, nog een keer die kant. Dat noemen wij asociaal rijgedrag. Het zijn twee dingen die u fout doet. Twee feiten die niet goed zijn. Deze moet je volgen. En het rechts inhalen. Is fout. Ja, ik hier. Ja? Daar schrijven van mij. Ik kijk. Ja. Kijk. Ja. Ja. Mijn collega's zeggen die ja, kant. Maar goed. Straks. U bent verantwoordelijk. U moet gewoon... Die kant. En dan moet je ook blijven rijden hier ook. Ja, schrijf wat die kant. Ja. Straks weghalen. En dan doe je dit. Dat is fout. U krijgt vast mijn ene bekeuring. Die andere die krijgt u thuis gestuurd. U krijgt twee bekeuringen. Voor het rechts inhalen en het niet volgen van de pijl. Vertel uw vader, dat moet u wel even doen. Papa vertellen dat bekeuringen binnenkomen. Ja? Welk nummer? Nou, dit is het nummer van de bekeuring. Dan moet papa vertellen dat hij dus een envelop in de bus krijgt met een Axum Girokaart. Dat hij boete moet betalen. Want u bent straks weg, na een maand, twee maanden, dat hij weet dat het van u is. Ja? Ja. Oké, gaan we even uit de auto. In de tussentijd heeft de andere politieman de auto even nagetrokken
En het blijkt dat deze door verschillende mensen gebruikt wordt. Een wisselende samenstelling. Ja, precies. Ja, ja. Nou, we gaan het een en ander eventjes op het papier vastleggen. Wat was er met die auto? Die zat al 4 keer in een Ensis. In wisselende samenstelling wordt dat ding gebruikt door allemaal Bulgaren. Oké. Maak even een foto van de auto, mag wel hè? Dus u weet het, u krijgt er 2 op het adres thuis gestuurd. Ja? Gordeltjes om, voorzichtig aan. Oké. Kijk, die Sjaap heeft die kale band achter. Kijk, links achter. Kom er dan recordlager door. Soms sta je ervan te kijken wat politiemensen opvalt. Zo ziet men bijvoorbeeld in de file voor het verkeerslicht ineens een Sjaap met een linker achterband waar iets mee los schijnt te zijn. Volgens mij links achter de koordlager in de band. Ja, die komt er nu rechts voorbij. Die. Even kijken waar de volgende week. Dat is de rechtsweg nog. De 97. Maar we doen op de kruising bij de oplossing. Oh, zit ik vast. Dat kan aan de kant. We komen er al mogelijk. De bestuurder is licht verbaasd over alle aandacht. Anne? Niet? Vind je een hand aan de band? Nee, ik dacht wel. Toen we ernaast stonden had ik het idee dat... Ja. Hij mag langzaam vervangen worden, dat wel. Ja, dat... Maar ik dacht echt dat de koordlagen er zichtbaar waren. Oh. Dus. Ja, ja. Maar dat kon je slecht zien als je ernaast zit. Ja, is het niet. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, maar hier en alles is in orde. Ja. Alsjeblieft, prettige dag verder. Ja, fijn. Goed zo. Dat was het dan. Ja? Ja, ik zou toch even gewoon hem voor. Ik wil het nog aanhouden. Hopla. Beam me back, Scotty. 10 jaar terug, van 2012 naar 2002. En er rijdt een auto met een aanhanger voor de cameraauto. Ja, en met een aanhanger mocht je toen sowieso nog maar 80. Let op, hè. Aanhanger. 80. Milieudelicten. Ja. 231 euro. Maar eens even kijken, Steven, want hij mag maar 80 in met dat ding. Ja. Ik heb hem nou. Ja, slingert dan? Ja, maar goed. Wacht even kijken. Auto met aanhanger, 80 kilometer. Die gaan we straks maar eens eventjes mooi aan de kant trappen. Dat was natuurlijk bij wijze van spreken, hè, dat trappen. Dus krijgen we dat weer. En bovendien 18 jaar geleden. Maar goed. De C-klasse vliegt er lekker overheen. Zijn baasje heeft haast. Of misschien ook niet trouwens. Weet je veel waarom iemand te hard rijdt? Nou, ik vind wel dat hij durft. Okay. Hij is ook lekker vlot. Geeft hij zich nog een gemiddelde snelheid aan? Ja, hij loopt nu. Kijk, hij weet dat er hier veel op snelheid gecontroleerd wordt. Daarna ging hij hier afnemen. Ja, klopt. Hier staan we. Henk? Ja. Nou, dat is mooi. Dat is 32 kilometer overschrijding. 53 HP, PF. Ja, maar ik weet niet wat... Ja, het zal ook wel op die motorwagen, die voorwagen zitten, hoor. Ja. Ik heb hier een meting van 117 gemiddeld over 1,5 kilometer. Nou, oh, nou. Kijk eens. Daarvoor. Hij gaat daar door de polder in. Het gespreksonderwerp laat zich raden. Ja, dat kan niet inderdaad. Dat kan niet goed. Kom weer. Mijn collega die zat aan de andere kant. Mijn collega zat aan de andere kant. Goedendag. Goedemiddag. Politie Zaanstreek Waterland. U had al een vaag vermoeden. We rijden al vanaf Oosterhuis achter u aan. Ja. Uw snelheid ligt veel te hoog.
We hebben u gemeten over een ruime afstand en uw gemiddel ligt op 117 of 113 km per uur. Dus daar krijgt u procesverbaal voor. Ik noteer even uw kenteken en wat andere gegevens, kom ik zo bij u terug. Ogenblikje. Even toch een beetje grappen, want ik heb haast. Nou, even wat anders. Uw losbreker inrichting, hè? Die zit zo op die manier niet goed aangesloten. Dat is perfect, zo. Zo rijd ik al 20 jaar. Ja, dat, dan doet u dan eigenlijk al 20 jaar fout. Er wordt een aparte bevestiging op uw trekhaak zitten waar u hem omheen gaat. Ja, dat weet ik, want dat staat er niet op. Nee, maar koop dat er maar eventjes op. Dat zou ik toch wat doen. Dat zijn de kosten niet, hoor. Volgende week ben ik even regelen. Ja. Hij loopt er wel erg rauw, vind ik. Rauw? Ja, ik vind hem een rauw lopen. Niet opgevallen. Wat een zonnetje, man, denk ik. Maar ik vind hem rauw lopen. Ja, dat weet ik. Maar ik vind hem rauw lopen, mijn zin. Ja, ik heb die zelf ook zo eentje, maar mijn is loopt rustig. Er was 117 gemiddeld gemeten. Ik moet daar 4 kilometer van aftrekken. 113 zei je net. Ja, 117 hadden we gemeten. Daar haal ik dus 4 kilometer vanaf. Daar hou ik dus 113 over. Ik kan daar geen bedrag aan geven. Die zaak zal doorgestuurd worden naar de officier van justitie en die gaat daar een prijskaartje aan hangen. Dus ik weet niet hoeveel dat gaat worden. Nou, hoeft u op mijn volgende vraag geen antwoord te geven. Kan ik nog een verklaring noteren voor de snelheid? Of zegt u van ik weet dat ik te hard rijd? Zal we dat maar zeggen? Ja, u mag het zeggen. Zegt u het maar. Die boete toch, die wordt toch niet lager? Nee, die wordt niet lager. Nee. Schrijf maar wat op dan. Dan schrijf ik niets op. Dan hou ik het hierbij. Hier, dat was al. Oké. Okay. Een mannetje. Hé? Een mannetje. Ja. Dan is er een melding voor de Alex 1550. 1550, houden. Krijgt u uit Kennemerland een melding door dat er op de A4 een auto in de brand zou staan. En dat is gemeld op links, maar Rijkswaterstaat zegt op rechts. Nou, dat was spannend. In ieder geval, de waardering is 4,7. Kunnen jullie kijken waar het exact is dan? Ter plaatse, 4,7. Hoofdrijbaan, regio, auto staat er reeds bij. Rijstrook 4 is eruit. En er staat inderdaad in de verlaging. Ja, het verkeer heeft er nu wel last van, dus dat moeten we even gaan doorstromen. En ik denk dat ik het zo even stil ga zetten. Om de brandweer vrije doorgang te geven, zetten de politiemensen het verkeer even stil. Brandweer ter plaatse. We hebben de rijbaan even stilgezet. De eigenaar van de auto is er zonder letsel vanaf gekomen. Gaat het? Het is schrikken. Ja. Ik zat in de auto en opeens zie ik een beetje rook uitkomen. Ja. Dus je zag rook onderuit komen, onder het dashboard uit? Ja. Nou, ik had al aan WW gebeld en toen stopte ik gelijk. Ja. Ik zag een auto stopte en toen kwam er... iemand tegen mij zeggen dat er een vuur eruit is. Een vuur, ja. Ja. Toen ben ik gelijk uitgestapt. Oké. Okay. Er is een bergingsvoertuig onderweg en dan gaat hij straks mij verder. 1550, Alex ook. De 1550. Brandmeester. Tja, en als het vuur geblust is, wat doe je dan als eerste? Precies, een peukie. Weer uit weer. Ja, is begrepen, dankjewel. Een peukie. 8 jaar geleden was dat, toen rookten de mensen nog. Nou, ik ga snel met de volgende beginnen. Bedankt voor het kijken, voor alle reacties, voor alle suggesties en niet te vergeten de donaties. Het is eigenlijk gewoon super tof dat we met z'n allen zo een beetje langzaamaan weer een reeks leuke programma's van de grond aan het tillen zijn. Zo zie je maar weer, je weet nooit wat het leven nog voor leuks voor je in petto heeft.